We hebben een fantastische band. Het is op de eerste plaats ook mijn zoon, mijn enigste zoon. Al gauw zag ik, als hij dan met, zou ik zeggen, de baby speeltjes aan het rammelen was, dat hij daar motorisch al toch al het een en het ander toonde. En dan van, ja, denk ik, anderhalf jaar, als hij dan al vlot stapte, kwam er al automatisch balletjes mee overal naartoe waar we gingen. En op zijn 3 jaar fietste hij gewoon alsof het niks was. Daar heeft hij al heel snel zijn evenwicht gevonden. Dus daar zie je dan eigenlijk, die heeft topsportgenen. Ja, lekker. En een half jaar later zat hij bij Anderlecht en daar heeft hij dan verdere stappen gezet. Heeft hij 11 jaar bij Anderlecht gezeten en dan is het verhaal gekend dat hij vandaag zijn 5e seizoen bij PSV zit. Het seizoen van PSV-doelman Maxime de Lange zit erop. De doelman raakte op de training geblesseerd aan zijn schouder en moet onder het mes. De Lange maakt sinds september 2020 deel uit van de selectie van PSV 1 en maakte de afgelopen maanden vooral veel minuten bij Jong PSV. Kent hoe lang de doelman uit de roulatie zal zijn. En dan, ja, hij vraagt niet om gekwetst te geraken en dan is het daar. Dus, en je verwacht het niet. En dan weet je van, oké, nu moeten we even een tijd van op de zijkant toekijken en vooral Maxime op de eerste plaats. Dat zijn momenten die je niet vergeet voor de rest van je leven. Nee, het trekt een beetje nog. Ik zat gewoon in een lekkere flow, lekker met het team, goed aan het trainen. We mochten dan een paar wedstrijden met Jong niet meer spelen door corona. Maar ik was echt goed aan het trainen op een heel goed niveau. Ik was blij met mezelf en in een training. Een lage bal rechts in de hoek en ik ga volle bak. En toen voelde ik van bij de impact van de bal dat er iets mis zat. En ik was eerst verbaasd, want ik had al veel hardere ballen gepakt. Maar ja, het is net die ene bal die dan net misgaat. Ja, ik geloofde het niet. Ik zat echt precies in een droom, in een nachtmerrie. Want ja, het waren nog 2 weken. Ik had net mijn vakantie geboekt. En de dag erop blesseer ik mij. Dus ik dacht echt van, wat is dit? En ja, als voetballer wil je nooit geblesseerd zijn. Je wilt gewoon doorgaan. En ja, ik verzorg mij elke dag supergoed. En volledig warm voordat ik naar buiten ga. En nooit iets over het hoofd gezien. Ja, en dan gebeurt dat net voor het einde van het seizoen, terwijl het echt een topseizoen was. Je sluit aan bij het eerste en je speelt goede wedstrijden. En gaat die situatie toch wel een paar keer in je hoofd weer opnieuw afspelen. Maar dit is gewoon pech, je kan er niks aan doen. Ik heb me volledig verzorgd, maniacaal zelfs verzorgd. En dat ga ik ook blijven doen. Want zo zorg ik ervoor dat ik gewoon minder blessures krijg in mijn carrière en langer kan doorgaan. Maar eventjes gebaald, maar nu is gewoon doorgaan. Je kan er niks meer aan veranderen. Je ziet hier het grijze deel. Hè? Dit is het labrum. Die diept eigenlijk als het ware de holte uit waarin de humeruskop inbedt in het schouderblad. Het labrum. Hier is dan tijdens zijn ongeluk een scheurtje ontstaan, zodat de schouder naar voren eruit geraakt. Ja? Wat doet men dan bij deze ingreep? Men gaat een deeltje van dit bot verplaatsen en hierop zetten. Ja? Zodat als het ware een stootkussen vormt, dat de schouder er niet meer uit kan. Wat voel je? Niks. Nee, is goed. Geen pijn? Nee, geen pijn. Nee. Maar dat had vroeger wel, hè? Ja. Voor keeper zijn schouders heel belangrijk. En je ziet ook veel keepers die last hebben van schouders, maar ja, de impact van de bal is ook heel groot. Dus toen ben ik dinsdag, een week geleden, ben ik geopereerd. En nu zijn we echt de mobiliteit terug aan het krijgen. Voor de operatie heb ik in PSV mijn mobiliteit echt super hard weer opgetraind, zodat het na de operatie al wat sneller kan gaan. Ik hoop september, wanneer we Champions League gaan spelen, hopelijk. Dat ik gewoon terug ben. Maar ik wil geen tijd er zeg maar opplakken. We gaan gewoon volle bak de tijd. We gaan volle bak de tijd, of ja, de tijd ervoor nemen die er nodig voor is. En niks forceren. Mark heeft altijd een mooi Frans spreekwoord. Quand tout va bien, faut mettre le frein. Dat wil zeggen in het Nederlands. Als alles goed gaat, moet je de rem opzetten. Dus ja, daar denk ik wel vaak aan.
afspraak. Ja. Dat is goed, ja. Kan je aan? Ja. Ik werd gebeld door Maxime. En ik was zelf aan het werk. En normaal gesproken, als hij aan het trainen is, dan belt hij natuurlijk niet. En ook niet als hij weet dat ik aan het werk was. Dus ik kreeg een telefoontje. En ik hoorde al meteen aan zijn stem zo... Ja, gewoon die emotie in zijn stem. Dat ik zo had van, het is niet goed. Ik zeg zo, wat is er aan de hand? En hij zo van, ja, en het is niet goed. En ja, en toen had ik gezegd van, ja, wat kan ik voor je doen? Dus toen heb ik al mijn werk laten vallen en ik ben mee naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, dat was wel even heftig. Want ja, je weet, hij weet natuurlijk wel wat er gaat komen, maar ik zit daar nieuw in. Dus ja, dat was voor mij ook niet leuk. Dat is wel even, degene waarvan je houdt, die heeft dan wel pijn en verdriet. Dus ja, dat is nooit leuk. Ja, ik was in tranen. Als je dan die stem aan de andere kant hoort, dan komen die emoties toch. Dus ze hebben me daar heel veel zien huilen bij PSV op dat moment. Maar ja, kan ook niet anders. Het is heftig. Dus, Ik denk omdat hij wist in wat voor molen hij weer terecht kwam met een operatie en de revalidatie en er een tijd uit zijn. Ja, dat is toch... Geen ene operatie is leuk. En als je weet wat dat je te wachten staat, ja, dan denk ik wel dat je daar wel emotioneel van wordt. En ook weet van oké, ik moet er een tijdje tussenuit en ik kan niet meer trainen met de rest. En net met de zomervakantie, dat je dan daar ook het hele jaar naar uitkijkt. Van even ertussenuit, even op vakantie. Ja, ik denk dat dat ook allemaal wel meespeelt. Gaat heel goed eigenlijk. Als je ziet dat hij 10 weken post elkaar is en je ziet wat hij kan, wat hij met die schouder allemaal ondertussen kan. Nou ja, hij loopt behoorlijk ver voor op schema, dus dat is heel positief. Dat is ook wel eens gelijk zijn valkuil dat we een klein beetje af moeten remmen. Maar, ja. Gisteren heeft hij weer een handstand gedaan, ja, dus dat is al aardig wat. En we zijn alweer aan het duiken op een dikke mat binnen. Nou, we gaan zo meteen eens duiken hier in het water. Je ziet dat hij al best wel een goede stap aan het maken is. Hij heeft in de eerste belangrijke 6 weken na zijn operatie goede begeleiding gehad in België bij een schouderspecialist. Dat heeft hem heel veel goede stappen gemaakt. En daarnaast is het een jongen die gewoon niet, ja, graag hard wil werken, goed op zijn eten let, goed op zijn slaappatronen let. Alles eigenlijk aan doet om zo snel mogelijk weer terug te komen. Hij heeft de ervaring met zijn linkerschouder. Dus hij weet wat hem te wachten staat en hij staat er positief in. En ik denk dat dat heel belangrijk en heel goed voor hem werkt op dit moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ik denk dat hij iemand is die mentaal heel sterk is en gelijk weet, oké, daar is het doel, daar wil ik naartoe en daar ga ik heel hard nu voor werken. Deze jongen is een hele makkelijke jongen om mee te revalideren. Die moet je eerder meer remmen en andere jongens die moet je constant aan de haren mee de gym in trekken. Dus ja, daar zit zeker wel een verschil in. En dat zijn wel de twee uitersten. Hè. Daar zitten nog wel heel veel, ook natuurlijk in het midden, maar daar zit zeker wel verschil in. Het gaat goed, het gaat de goede kant op. Ik voel ook dat de schouder sterker en sterker aan het worden is. Ik ben nu qua mobiliteit best wel goed, bijna helemaal terug. En nu zijn we vooral de functionaliteit en de kracht terug aan het opbouwen. En ik denk dat we binnen een aantal weken terug echt gewichten gaan beginnen trainen. Maar het was vooral belangrijk om eerst het functionele, die schouder moet terug kunnen bewegen, ook het coördinatieve en zo. Dus, maar dat gaat wel de goede kant op. We hebben met de medische staf het doel om 20 september terug helemaal in de groep. Vol vertrouwen terug mee te gaan trainen. Dus ik ben de week aan het aftellen. Elke dag super hard werken. 3 keer trainen per dag, soms 4 keer. Dus ik kijk er echt naar uit. Spanning is, adrenaline om eindelijk terug in de groep te gaan. Het is wel anders omdat het met Jong PSV is in plaats van met het A-team. Maar als je 4 maanden de hele tijd individueel hebt getraind of met de fysio's of zo, dan
ja, dan heb je er wel zin in om terug eindelijk in een teamtraining te gaan. Ik ben nu al aan het denken wat gaan we doen vandaag en zo. Dus ja, ik heb er echt wel zin in. Maar het is wel een beetje spannend, ja, voor de eerste keer terug. Ja, eenzaam, dat zou kunnen dat je eenzaam voelt. Ik denk dat er heel veel spelers in revalidaties eenzaam voelen. Maar hoe dat PSV het heeft opgelost, ja, ik weet niet, ja, de fysio's zijn allemaal zo fijn. Ja, we maken er een competitie van, dus ja, eigenlijk eenzaam heb ik me nooit gevoeld. Maar met Rob was het echt altijd, elke dag was het een wedstrijdje van wie is de winnaar van de dag. Met allemaal verschillende soorten wedstrijdjes, met pingpong, met tennisvoetbal, met darten. Dus ja, ik vind wel dat ze dat echt top hebben ingevuld en sowieso op de club. Ja, het is altijd warm ontvangst, dus nee, en ze vragen altijd hoe dat het gaat in het proces. Dus ze zijn geïnteresseerd en ik voel me niet, ik heb me zeker niet eenzaam gevoeld. Het proces is van vandaag de eerste keer terug met de groep trainen, met Jong PSV. Dan ga ik normaal, als alles goed gaat deze week, ga ik volgende week terug aansluiten bij het A-team en daar een paar goede weken maken. En dat ik dan in eind oktober midden oktober terug speelklaar ben voor competitie. Het was eerst september, maar we willen echt een paar goede weken hebben in het team. Om het niveau weer omhoog te laten gaan, verder doorontwikkelen. Zodat ik helemaal fit terug aan de start sta en niet half-half. Dat is ook mijn eigen keuze. En ja, ook een stukje dat we veiligheid inbouwen. Dus ja, daarom. Lekker, jongen. Ho. Jij kan er tegenaan staan. Ja, zeker. Spannend, maar dat komt wel goed. Alles wat we erin hebben gestoken, dat gaat nu lonen. Dus ja, ik ben wel blij. Is Johan Bakayoko in minuut 8. De voorzet belandt daarbij de tweede paal. En via doelman Rodi de Boer is dit het doelpunt. Curieus moment. Opnieuw Roda JC in de aanval. En daar is het Niek Vossenbelt. Good old Niek Vossenbelt zou je haast zeggen met de 1-1. Bal komt voor. De redding was ontzettend goed van Maxime de Lange. Dat is wat je wil in zo'n wedstrijd. Als je je rentree maakt. Je ziet vanaf de kant dat het hier Dylan Vente is met de actie. En de treffer van de net ingevallen Xian Emmers. 20 minuten voor tijd. Roda op voorsprong in het Parkstad Limburg Stadion. De tijd begint ontzettend te dringen. Nog één keer. Kjeule. En daar is het Dante Sealy en hij met de prachtige gelijkmaker. Diep in blessuretijd. Ja, ik werd in de ochtend al voor mijn wekker wakker, dus dat is al een teken dat ik er zin in had. Ja, gewoon rustig naar de wedstrijd, zoals ik altijd doe. En ja, gewoon terug op het veld staan. Dat we hier oplopen met heel het stadion die aan het zingen is, daar kreeg ik wel even kippenvel van. En natuurlijk, als je daarna van iedereen felicitaties krijgt voor mijn rentrée en natuurlijk ook de familie ziet, ja, dan krijg ik wel een beetje tranen in mijn ogen. Ja, en hoe nu verder? Ja, gewoon door, verder ontwikkelen en doorgaan. Wat weet jij van je vaders carrière? Wat voor sporter was het? Ja, dat hij volleyballer was. 24 jaar op topniveau. En 105 caps bij de nationale ploeg in België. Dus een paar topteams, Mazeik, Lennik. Voor volleybal is dat echt top. Dus ja, dat weet ik allemaal. Ik heb vaak gaan kijken. Maar ik was nog net iets te jong om te beseffen. Maar als ik nu mensen spreek die met hem samen hebben gespeeld, ja, dan besef ik wel dat
een hele grote speler was in het volleybal toen. Ja. Hij is net 3 centimeter groter als ik, maar ja, ik heb dezelfde genen, dezelfde explosiviteit, de snelheid. Sprongkracht heb ik natuurlijk van hem. En ja, de snelheid, zoals ik al zei. Dus ja, ik ben echt blij dat ik zijn genen heb. En ook natuurlijk van mijn mama natuurlijk. Maar ja, topsportgenen zijn natuurlijk altijd makkelijk meegenomen. Ik zie me eigenlijk terug jong. Hè. Dus vandaag anatomisch ben ik natuurlijk wel iets zwaarder. Ik ben vandaag 50 geworden. Maar als ik hem nu zo zie, is inderdaad, hij heeft ook die snelle vezels. Het verhaal is zo dat hij de lat heel hoog legt en hij probeert ook niks aan het toeval over te laten. Net voordat hij 16 werd, ofwel bij Anderlecht 3 jaar tekenen, PSV. We hebben ook het geluk gehad om 2 keer bij Manchester te mogen gaan kijken. Maar dan kunnen we dat wel bevestigen dat hij de juiste keuze heeft gemaakt om echt voor PSV te kiezen. Ik was 15 en toen ja, dan eerste jaar nationaal ploeg. Heel veel mensen die komen kijken. Ik was ik speelde al een jaar boven mijn leeftijd, bij de onder 17 al toen. En dat ging me allemaal heel goed af. En het was mijn 11e jaar al. Alleen, ja, ik voelde ook, het is mijn 11e jaar en ik wil stappen maken. Ik mocht toen al een keer met het eerste meetrainen op mijn 15-jarige leeftijd. Maar ik voelde wel dat ik misschien een keer uit mijn comfortzone moest stappen. En om nog verder te ontwikkelen, niet alleen naar een Belgische keeperprofiel, maar naar een internationaal profiel. En toen hebben we een keer gaan kijken bij Manchester United en bij PSV hier. En ik moet zeggen, de gesprekken bij PSV waren altijd top. En ik voelde ook dat ik hier de next step kon maken, ook met de verschillende trainers die op topniveau hebben gespeeld, die mij konden helpen. En, ja, daar heb ik vandaag nog altijd geen spijt van. Je kunt er niet om dat hij in België geboren is, maar ondertussen woont hij 5 jaar in Nederland en heeft het hartstikke naar zijn zin. Regelmatig zegt hij ook tegen mij, ik ga niet meer terug naar België wonen, want ik heb het hier zo naar mijn zin. Ik vind het positieve klimaat hier geweldig. Dus als ik hem zo hoor praten met zijn vrienden en aan telefoon met zijn gastgezin, waar dat hij 3 jaar heeft gewoond in Eersel, en met zijn Nederlandse vriendin, waar dat hij nu al 2 jaar mee samen is en 1 jaar samen woont, als je hem hoort praten, dan hoor ik eigenlijk een Nederlandse jongen. Toen ik bij PSV de eerste keer op gesprek kwam, zeiden ze ook van ja, Belgen als ze naar hier komen is altijd een beetje bescheiden en zo. Dus daar moet je proberen voor te waken. En dan vanaf dag 1 heb ik gewoon op de strepen gestaan. En ja, dan is die bescheidenheid er een beetje afgeschroeid of zo. Of hoe dat je dat ook zegt. Maar ja, ben ik een beetje voor Nederlands. Ja. Gewoon recht voor de raap, recht uit, recht aan. En dat vind ik ook het leukste. Ik ben blij waar ik nu sta. Na 5 maanden weer terug aan het spelen te zijn. Ik sta terug op de rand dat ik bij de Jong België weer kan aansluiten volgende week. Ik heb al 2 wedstrijden gespeeld. Maandag is mijn 3e wedstrijd. En het voelt gewoon super goed. Ook op trainingen voelt het goed. Ook met Raymond, met de keeperstrainer, over gesproken dat ik in een goede flow zit. Dus ik ben klaar voor ook weer een stap verder te maken, ook buiten Jong PSV, gewoon kijken naar PSV 1 zelf. En, maar ik moet gewoon geduld hebben en mijn kansen zullen komen en daar ben ik me nu rustig aan het voorbereiden. Zeker nu dat ik topfit ben, ik voel me echt fitter als ooit, want met physical trainers gewerkt. En ja, nog explosiever geworden, dus ik ben gewoon klaar voor als de trainer mij nodig heeft en de kans geeft. Ik ben blij dat ik mijn zoon weer lekker zie genieten en voetballen. En ik denk nu dat het genoeg geweest is. Ik denk nu dat we een hele leuke toekomst tegemoet gaan, denk ik, bij PSV. Maar ook dit moment moet er even bij stilstaan. Want dat heb jij afgedwongen, hè, maat. Anders zaten we niet, hè. Door uw talent en prestatie zitten we hier niet, hè. Zo simpel is het leven.